Ik heb er wel zin in. Oh, oké. Maar ik ben nu wel lekker op vakantie in Spanje en ik... Welkom bij de vlog! Ja, welkom! Ik ga zo die duimtraining doen. We konden niet naar de training komen, dus we gaan hem zelf doen. Maar Pien is de sleutel vergeten. Dus ja, heel lekker dit. Ik voel me echt een inbreker, maat. Goed, Isabel. Kom aan. Achterop. Ik heb afgelopen zondag mijn vaccinatie gehad. Ik had Pfizer. Yeah. En ik was een beetje moe. Maar ik ben wel echt vet blij dat ik nou heb gehad. En ik hoef maar één keer, want ik heb al een keer corona gehad. In december. Dus jee. Zo voor het RIT Internationaal Weekend. En daar rijden we ook voor Nederland. Met die pakken. En ik zit dus met Rosalie. Nee! Marieke en Jan op mijn kamer. En het is best wel, het is super gezellig met z'n viertjes. Ze rijden hier, ze zijn bang dat ze vallen. Goed zo, kosten dan. Met Roos. En daar aan die andere kant liggen Sanne en Marieke. En morgen hebben we onze laatste dag en die is op de weg. Dus we gaan nu lekker slapen. Dus tot morgen. Nog even over komend seizoen en de jaren die gaan komen. Ik hoop dat ik 100% mijn zelfvertrouwen vind. Dat miste ik vorig jaar heel erg. Gaat nu echt heel goed. Ik ben echt lekker aan het trainen. En ook door het leuke team gaat het ook allemaal heel goed. Ik hoop dat het volgend seizoen goed uitpakt. Ik ga gewoon mijn best doen. En dan zie ik hoe ver ik ga komen. En ook voor later. Ik hoop dat ik gewoon met de top uiteindelijk meekom. En, maar ik probeer er niet te veel druk op te leggen. Ik ga gewoon goed mijn best doen. Nou, wij gaan op kamp volgende week en we gaan kamperen. En ik heb een nieuwe tent en dat is wel lekker. En ik zit er nu even met mijn honden. En hij is wel heel mooi, vind ik. Kom op, de piepje test, kom op. Lekker, ga door. Hey Pien! Maandagochtend, mooi weer hier. Lopen met Eske en Niklas. Het is één groot feest. Vanmiddag gaan we het ijs op. Eerste keer ijs. Ik heb best wel veel zin in. Jij ook? Ja, ik ga niet schaatsen, maar ik heb er wel zin in. Oh, oké. Niklas dan? Ja, ik ga niet schaatsen, maar ik heb er ook wel zin in. Yes. Yeah. Dikke ooglies. Ik wil niet zo flexen, maar... Nee. Tom, wat gaat gebeuren? We gaan voor het eerst weer het ijs op. Ja. En ik ben wel zenuwachtig hoor. Ja. Ik ben heel benieuwd. En de vraag is, is het haarband of is het muts? We staan weer op het ijs. Apart gevoel. Toch wel even lekker om terug te zijn. Weet je het ook waar je het voor doet. Erg wennen en wat een druk. Wat een gevoel. Tom, we gaan zo beginnen. Je mist de trein.
Ik mis de trein. 7 minuten. Opschieten. Achter het talent aan. En goal. Sille, eerste ijstraining erop. Hoe was het? Ja, prima jongens. Voelde het goed? Ja. Tevreden? Jawel. Ja. Ik wil langere antwoorden. Oh, sorry. Ja, ging goed. Ja, ik ben naar het strand. Het is eigenlijk mijn achtertuin. En mijn moeder. En we hebben de bal. Maar de bal vindt ze helemaal niks. Ze zijn wel koekjes. Dat is natuurlijk veel beter. Kijk eens. Wat een klim. Jezus. Heb je nou je snelpak aan? Jongen, als je niet snel bent, moet je je snel voelen. Ja, je hoort het goed. Tom, Bingo, op wat voor unieke locatie zijn wij? Wij zijn in de buurt bij Gasselte. Hoe heet deze boer? Ik heb geen idee. Jawel, dat is boer Agnes. Boer Agnes van Boezoekvrouw, ja. Daar zijn we dus even te gast. We mogen hier op de oprit staan om even mentaal voor te bereiden op onze tijdritten. Concurrentie ligt hoog, spanning ligt hoog. Zenuwplasjes zijn al gelegd. De benen zijn redelijk goed naar kracht van gisteren, dus we gaan het zien. Succes Tom. Dankjewel. 3, 2, 1, ja. Ja, kom aan. Door. Kom aan, Tom. Jij mag eigenlijk minder praten. Ging goed. Ik ben er afgereden door Tijmen waarschijnlijk. Zit je er doorheen? Ja. Benen zijn echt helemaal naar de kloten. Maar wel tevreden. De wattage komt er eruit. Dus de volgende keer gaan we nog meer verbeteren. Ik kon helaas niet in Portugal erbij zijn, want ik was te jong, dus ik mocht daar niet starten. Maar ik ben nu wel lekker op vakantie in Spanje en ik zit nu lekker bij het strand op de rotsen. Ik support mijn teamgenoten wel en ik heb ook nog steeds heel veel contact met hun. En ik ben super trots op ze voor de medailles die ze nu al hebben gehaald op de eerste dag. Dus, en dan ga ik nu gewoon lekker genieten van vakantie in Spanje, in Platja d'Aro. Isabel, vertel, wat gaan we doen? 200 meter. Wij hadden net de eerste skiletraining in Doorn, want dat is ons kamp. En iedereen is nu aan het omkleden, want we gaan zo eten. En alle tenten die staan daar zo. En dat ging bij mij heel lekker. We zijn hier bij de dierentuin aan het kijken naar Silke, maar je kan niet te dichtbij komen, want ze bijt. Ja, Zeven komt er ook bij. Mathé die is met het NK baanwielrennen gevallen. En nu... hij wordt nu even geholpen, want hij heeft allemaal wonden, heel naar. We gaan zo de duintraining doen. Het is een van de naarste trainingen van het hele jaar. We hebben deze week 2 keer. Daar ligt hij. Gaan een paar denk ik wel kotsen. Hopelijk maakt iedereen het af. Ik wens me geluk. Zin in? Nee. Kut gegaan. Wie heeft het overgegeven? Nou, helemaal kapot. Maar wel tevreden. Waar zijn we? Aan het eten. We zijn hier op het breedste fietspad van Nederland, oud vliegveld.